En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is de dag dat ik ga beginnen met de mini makeover, het veranderen van deze kamer. Ik vind het altijd leuk om één keer in de zoveel maanden een kamer aan te pakken. Weet je, als ik eraan gewend ben of een nieuwe idee heb, denk ik ja, ik film hier altijd. Dus dit is een standaard achtergrond die je terugziet. Nou, af en toe wist ik eens een plant of een fotolijstje, maar ik wil gewoon de hele opstelling anders. Ik weet niet precies wat haalbaar is, omdat ik best wel veel meubels heb in een kamer met niet zoveel plekken. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik heb heel erg op Pinterest gezocht. Ik weet precies wat ik wil en ik neem jullie mee in de veranderingen. Dus dit is de laatste keer dat jullie het op deze manier zien. En vandaag gaan we beginnen met schilderen. Namelijk deze wand. Ik zal natuurlijk eerst eventjes voorbeelden filmen. Ik denk dat de meesten wel weten, maar dan heb je weer even een overzichtje. En dan kunnen we straks aan het einde van de video. Het wordt een meerdaags project, dat weet ik zeker. Dus je gaat verschillende dagen zien. En aan het einde van de video dan hoe het geworden is. Ben je benieuwd naar het eindresultaat? Blijf dan zeker kijken. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Oké, het allereerste wat ik dus ga doen is verven. Ik heb de meubels van de wand afgehaald. Zoals verwacht komt er aardig wat stof en kattenharen achter vandaan. Ik was even vergeten. Hier zitten gaten in de muur. Die zitten er altijd al. En daarom staat er dus een kastje voor, want dan zie je ze niet. Maar ik heb wel plamuur. Dus misschien dat ik wel gewoon even een poging ga doen om ze dicht te maken. De katten denken echt, wat gebeurt hier? Die snuffelen overal rond. De spiegel zit echt voorgoed vast. Die zit zo vast, die kan ik er niet afhalen. Maar daar kan ik natuurlijk wel gewoon omheen schilderen. Want wat is het plan? De schilderspullen liggen hier. En zoals je kan zien, is het zwarte verf. En wat ik dus ga doen, ik zal even een paar plaatjes in beeld zetten. Ik ga stippen creëren, waardoor je een soort van wisselend met verschillende kwasten een heel mooi patroon kan maken. Als je mijn vlogs kijkt, dan weet je dat ik een tijdje op zoek was naar dat behang. En dat behang is best wel duur en dit potje verf kostte echt helemaal niks. Dacht ik, dit is ideaal. Ik kan het natuurlijk gewoon zelf doen. Dus vandaag gaan we daarmee beginnen. Maar laten we eerst eens gaan kijken of ik de muur kan fixen. Ik heb heel even een outfit change gedaan omdat ik met zwarte verf aan de slag ga. En ik dacht, dit is niet het meest slimme. De gaten zijn allesbehalve perfect. Moet sowieso nog een keer, want die ene was ook te diep. Om in één keer gewoon te vullen. Dus ik ga er later nog een keer overheen en dan ga ik het nog glad schuren. Zoals je kan zien is dit behang. En het is niet één laag behang, maar het zijn er volgens mij drie. En toen ik hier kwam wonen hebben we er dus voor gekozen om er overheen te verven. Omdat ja, drie lagen behang eraf halen is niet prettig. Maar het is dus niet perfect. Er zitten best wel wat oneffenheden in. Dit heb ik net ook aangesmeerd omdat er ook kleine gaatjes zaten. Ja, en dan ik weet dat het droogt witter op dan nu. Maar ik ga gewoon vast beginnen met verven. Terwijl de rest kan drogen en dan kan ik dat later nog bijwerken. Ik vind het wel spannend. Want het is wel, aan de andere kant is maar verf. Dus als het niet mooi is, dan verven we er gewoon weer overheen. Eerst moet ik even gaan stofzuigen. Of gewoon even stoffer en blik, denk ik maar. De spullen die ik ga gebruiken. De zwarte verf. Verschillende soorten kwasten. En ik ga eerst even kijken welke kwast welke afdruk achterlaat en dan beslissen welke ik ga gebruiken. Dit zijn kwasten die ik gewoon al had, kun je ook zien. Die zijn voor de Bob Ross tutorial gebruikt, maar hey, die doen het nu ook.
Dit heb ik in principe niet nodig, maar het bakje leek me misschien wel handig. Het zou direct vanuit de pot kunnen, maar voor de zekerheid deze. En ik heb een plastic sheet voor over de grond. Dit heb ik even op karton neergelegd, zodat ik zeker weet dat het straks niet het hele kastje ook zwart is. Ik heb deze kwasten toch weer even schoongemaakt, omdat ik één kwast per keer ga doen. Je kan natuurlijk constant wisselen, maar ik denk dat het makkelijker is als ik gewoon één kwast heel veel stippen overal ga zetten en dan alles op ga vullen, hoop ik. Ik heb de zijkant van de kwast afgeknipt, omdat ik denk dat ze terecht worden. En ik denk dat dit gaat werken. De poezen vinden het echt zo interessant. Die blijven maar om me heen lopen. Die denken, wat gebeurt hier? Oké. Okay. Weet je, ik ga gewoon door. Ik vind het er nog steeds niet uitzien zoals op de foto, maar het hoeft ook niet precies. Het wordt gewoon een leuke muur met vlekken. De eerste kwast zit erop. Ik heb nog steeds het idee dat de strepen terecht zijn. Maar weet je, dit is pas één soort kwast. En ik ga er vier gebruiken. Dus geen stress, we gaan gewoon door. Voor alle knipbeurten kunt u nu ook terecht bij Kapsalon Sophie. Ik vond het te netjes en de kwast leek op elkaar, dus ik ben heel snel overgestapt naar de kleinste kwast. En daar heb ik ook zijwaartse stipjes mee gezet. En nu begint het erop te lijken. Ik vind het nog steeds te netjes en niet vol genoeg of zo. Of niet speels genoeg eigenlijk. Dus ik heb er een make-up kwast bij gepakt die ik niet gebruik. En deze heeft een soort van, ja, ander patroontje en ik hoop dat het wat meer op doet leven. Maar ik ben een beetje bang dat het hem vooral zit in die eerste kwast die best wel recht is gezet. Maar ik vind het sowieso al leuk hoor, daar niet van. Maar ik wil proberen nog iets speelser te krijgen. Oké, ik zweer je, als je helemaal begint met stipjes zetten, dan hou je niet meer op. Want in ieder gaatje denk je ineens, oh, hier kan nog, hier kan nog, hier kan nog. Maar de make-up borstel was echt top. Want die heeft dus zoveel verschillende vlakken, dat ik met één kwast heel veel verschillende stippen kan zetten. Want dat is zeg maar het belangrijkste met dit patroon, dat alles anders is en dat er geen structuur in zit. Ik baal nog steeds een beetje van die eerste, want die eerste is echt dus terecht. En toch wel een soort van te netjes, maar uiteindelijk met alles eromheen ben ik best wel blij. Dit is hem geworden. Ja, ik vind het echt wel heel leuk hoor. Ja, en hier heb je natuurlijk, dat ga ik dan later nog doen. Ik heb nog onwijs veel verf over. Maar ik ben ook gewoon horizontale streepjes gaan zetten, allemaal verschillend. Ja, het is echt top. Het is precies, nou het is niet precies zoals ik in gedachten had natuurlijk, maar ik vind het heel mooi. Come. What? Are you ready for this? Yeah. What the fuck? Okay. Is it wallpaper or something? No, I painted it. Yeah? Yeah. It's pretty good. Like, it looks like it's like a robot that tried to make it uneven, you know? Yeah. Yeah. No, that's not a bad thing, it's a good thing. You like it? I like it. We zijn een dag verder
Ik heb ondertussen vanochtend vroeg deze voor de tweede keer aangesmeerd. Ik dacht, ik ga hem helemaal matchen met de muur vandaag. En ik heb besloten dat het verfpatroon nog iets hoger moet. Zoals je ziet stopt het echt precies met de ijzeren leiding. En ik denk dat het toch mooier is als ik daarboven ook nog wat stippen zet. Dus ik ga dat schuren, daar stippen zetten en daarbovenop. Ik heb ook al een aantal dingetjes bij de Action gehaald. Waaronder deze schuursponsborstel. En ik kon geen gewoon schuurpapier vinden. Dus we gaan het hiermee proberen. Nee, maar sanding pads heet het. Het is eigenlijk letterlijk schuurpapier. Je zou je nagels er niet mee willen veilen, zeg maar. En daarmee ga ik het even proberen de muur weer glad te krijgen. Dag nummer 3. En vandaag, ik zal eerst even laten zien. Ik heb echt mijn arm van mijn lijf afgeschuurd met alle 3 de sponsen. Ik heb ze helemaal opgebruikt. Het was helaas niet genoeg. Ik wilde het eigenlijk niet accepteren. Ik had een klein, nou ja, toch wel vervelend moment dat ik dacht, waarom wil het niet zoals ik het wil? Waarom heb ik geen schuurmachine? En toen besloot ik om het te accepteren. Dus is het perfect? Nee. Gaan we er moeilijk over doen? Nee, want waarschijnlijk komt er toch iets voor. Nou ja, je ziet het. Het is gewoon nog niet plat genoeg. Maar ik heb zo hard geschuurd. Echt niet overdreven, denk ik wel een uur lang. Ja, van dichtbij is het echt, oh wat erg. Maar ik ging dus zelfs het behang eraf schuren. Dus toen dacht ik, oké, ik moet stoppen. Ik moet accepteren. Kijk, als ik het zo doe... Ja, dan zie je het nog steeds. Maar er komt waarschijnlijk een kastje of iets voor. Want dat gaan we dus vandaag doen. Vandaag gaan we de meubels proberen op een andere plek te zetten. Gewoon uitproberen. Kijken wat er gebeurt. Maar ik moet nu eerst eventjes stofzuigen en dweilen aan deze kant van de kamer. En dan ga ik daarna de andere kant van de kamer doen. Oké, ik ben een beetje aan het spelen. Ik vind het bureau aan deze kant heel leuk. Maar dat kastje, misschien aan die kant, met deze dan tegen de verwarming. Er komt echt een spul onder vandaan, jongen. Daar zeg je u tegen. Tergen vindt het allemaal woest interessant. Die kast heeft niet zoveel opties, die grote. Nee, ja, die zou eventueel naast de spiegel kunnen. Maar ik denk dan dit dat toch beter is. Ik wil er alleen iets meer een decoratiekast van maken dan echt... Ja, de rommel slash schoenenkast die het nu is. Oké, ik ga eerst even hier stofzuigen ook. Voordat ik dit kastje ga verplaatsen. Anders komt het niet goed, hè, tijger? Nee, wat is het nou allemaal? Ik heb een klein projectje wat ik vandaag nog wil doen. Dat is deze kast. Ik wil het met folie de lades wat meer karakter geven. Zal ik maar zeggen. Gewoon wat opleuken. Dat is natuurlijk een hele simpele kast. En ik heb mega zitten twijfelen of ik marmer zou doen. Ik heb bij de Action gekocht. Dat kostte echt geen drol. Het was nog geen 2 euro. Of deze die ik nu heb. En ze hadden het alleen in de verpakking liggen. Dus dat vond ik best wel lastig. Want dan moet je dus zelf in gaan schatten hoe die eruit ziet als je hem uitrolt. Maar ik dacht dat het een soort van houtlook zou zijn. Dat denk ik nog steeds. Maar ja.
En als het niet mooi is, nou ja, het was dus nog geen 2 euro, dan koop ik alsnog wel die marmer. Wat zit het allemaal goed dicht, joh, jongens. Maar het hele doel was zeg maar dat er iets meer kleur in zou komen. Omdat de muur is zwart-wit, alle meubels zijn wit. Dus ik wilde gewoon kijken of ik iets meer kleur kon krijgen. Dus dit is hem. Het is echt, ik ga je heel even plaatsen. Want ik sta precies tegen het licht in naast het raam. En dan zie je het toch niet zo goed. Ja, ik denk dat het heel leuk kan zijn. Het enige is, ik denk dat ik hem zo moet doen. Anders krijg ik het er niet op. Of ik moet heel veel kleine stukjes, maar dan gaat het niet matchen, denk ik. Dus dan wordt hij zo. Het is wel leuk. Oké, ik ga het gewoon proberen en dan gaan we zien. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus op hoop van zegen. Stiekem echt een beetje trots op mezelf. Ik vind hem zo leuk. Het is echt, het is nog beter dan ik in gedachten had, eerlijk gezegd. Het kleedt het zo aan. Zie je? Nou, en nu is het echt een kwestie van eventjes nog mooi maken en aankleden. Ik heb nog een aantal decoratiespulletjes gekocht. Maar ik ga eerst hier aan beginnen. Ik zie daar een beetje tegenop of zo. Maar ik wil een andere soort volgorde. Ik wil dat er ook een soort van decoratie plek komt, maar het moet ook wel schoenen blijven, want we moeten ook een plek voor de schoenen hebben. Ja, het bureau is nu helemaal volgeknald, maar dat ga ik dan straks ook nog helemaal afmaken. Maar ik bewaar het decoreren echt voor het allerlaatst. En dan heb ik nog een do-it-yourself project. En dat is met dit kastje. En dat ga ik morgen doen. Het blijft wel op die plek staan, denk ik, want ik denk dat deze ruimte niet groot genoeg is voor nog een kastje daarnaast. Want als je hem daar neerzet, dan kun je zeg maar niet meer bij de schoenenkast. En hij staat al zo ver mogelijk richting de kleding. Dus ik laat hem daar wel. Maar het is nog wel, ik ga er een kattenmeubel voor maken. Maar dat zien jullie dan het volgende gedeelte. Ja, nog wel in deze video. Maar voor vandaag gaat dit hem worden. Oké, ik ben een beetje afgeleid, want toen ik me bedacht wat ik terug ging zetten. Hij is nu helemaal schoon en netjes, maar zeg maar al mijn camerafilmspullen stonden daar ook in. Maar dat vind ik eigenlijk te rommelig. Toen dacht ik, dat wil ik boven in de kast. Maar die moest ik leegmaken. Er lag vooral een hoop, bijvoorbeeld twee make-up tasjes. Die staan hier nu op de grond. En bikinis en badpakken. En die heb ik dus nu in deze kast gekregen. Pas niet helemaal, maar met een beetje geweld wel. Bizar veel hoeslakens. Ik heb echt 6 hoeslakens. Dus die heb ik even uitgezocht. En die kunnen dan naar de kledingbak. En nou is die vrij. Dus dan ga ik daar mijn camera spullen neerleggen. Deze 2 komen van bovenop de kast, de boekenkast. En die heb ik van Birdie gekregen toen ik hier kwam wonen, 4 jaar geleden. En ik ga denk ik ze goud spuiten, want toen ik hier kwam wonen had ik alles zilver. Ondertussen heb ik eigenlijk alles goud. Dus ik heb nog goudspray staan. Alleen, ja, ik vind deze kandelaar zo mooi dat ik denk als ik hem verpest dan sla ik mezelf echt voor de kop. Kijk, dit pakt wel, want dit is zeg maar plastic wat een zilver laagje heeft. Maar dit is echt, ja, aluminium of iets. Ik ga het toch proberen. Dag nummer 4 en vandaag, zoals beloofd, gaan we met deze aan de slag. Hier liggen nu kleren in die ik vintage heb staan.
of United. In ieder geval voor de verkoop. Maar die ga ik gewoon even in de tas stoppen. En in de gangkast doen. Want die hoeven hier niet te blijven. En het ziet er en rommelig uit. En het wordt helemaal niet gebruikt. Dus ik ga hier dus een kattenmeubeltje van maken. Heel simpel hoor. Het is geen grote mega verandering. Maar ik ga eerst even alle kleren eruit halen. Oké, als eerste ga ik deze touw aan de zijkant maken. Die ga ik vastlijmen, waardoor ze dat kunnen gebruiken als een soort van krap paalvervanger. Krap plek in plaats van de bank. Nou, ik hoop dat dat gaat werken. En daarvoor gebruik ik dit lijmpistool. En de touwen komen bij de kwanten vandaan. Die zag ik toevallig en ik vond het zo mooi dat het zwart was. Ik was bij de Action aan het kijken, maar dan kon ik de touwen niet vinden. Ik heb er twee. Kijk hoor, als ik ze aan de achterkant vast ga maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had gedacht dat ik iets verder zou komen dan dit. Maar ik ga er later nog wel even twee bij kopen en dan verleng ik het nog meer. Maar in ieder geval is het dus bedoeld als krabwand. En dat heb ik bij de IKEA. Dit is het IKEA welbekende Kallax kastje. Wat volgens mij in ieder huishouden staat er wel eentje. En hoe ga ik het ook maken? Gewoon even met de tanden. En dit is zo'n huisje. Die kun je dus inzetten. En ze hebben ook echt met een kattenkopje met inhoud. Maar deze is maar 5 euro. En ik bedoel, de katten maakt het niet uit of het een rondje of een kattenkop is. En dan hebben we een plekje. Kijk hoor, dit is dan de onderkant, ga ik vanuit. Deze erin. Een plekje waar ze lekker kunnen slapen. En dan heb ik hier een dekentje. Kijk hoor. Die doe ik er lekker in. Ik hoop dat ze het ook echt gaan gebruiken. Maar hey, daar komen we maar op één manier achter. En dat is gewoon proberen. En dan heb ik hier die mand. En daar ga ik dan alle speeltjes in verzamelen. Ik ben echt alleen nog maar de zooi aan het opruimen. Meer heb ik gewoon nog niet gedaan. En deze komt binnengewandeld en gaat er gelijk in. Heb je goed gevonden? Binnen 3 seconden? Ja, dan ga je plezier van hebben, schat. Een lekker holletje voor jezelf. Schattig. Dit is echt precies wat ik wilde. De allerlaatste taak. Yes, niet alleen voor vandaag. Maar dan is het echt af, vind ik. En dat is deze plank. Die ziet er ook al hetzelfde uit eigenlijk sinds die plank er is. En die moet ook gewoon even restylen. Nou heb ik nog, weet ik, een andere poster voor deze. Die ik nog nooit gebruikt heb. En ik heb in de woonkamer ook precies dezelfde decennio-lijsten hangen. Dus die ga ik gewoon een beetje... Ik heb in het huis hier en daar wat spullen gepakt en ik heb wat spullen gekocht. Deze hadden jullie gezien. Die heb ik goud gespoten en die zijn echt alle twee onwijs goed gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik nog een plantenpotje gekocht, want ik had hier een plantje staan.
wat nog geen potje had. Dus die moet ik dan nog wel even grond in doen. En dan kan ik hem overplaatsen. En ik heb het een en ander uit huis getrokken. Uit een kaars op dit ding. Beter. Dus dan ga ik alles gewoon weer eventjes mooi maken en decoreren. Plantje doen. Ik word echt enthousiast van. Ik hou echt van decoreren. Dat vind ik zo leuk om te doen. En dit is hem dan, de nieuwe kledingkamer slash kantoor. Ik kan me voorstellen dat ik hier heel veel uurtjes heel zoet ga zitten editen. En ik word er heel blij van. Ik ben echt ontzettend trots op wat het is geworden. Zeker omdat ik echt nog geen 30 euro heb uitgegeven en toch alles er anders uitziet. Dus het was een groot succes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik je weer bij de volgende video.